eigen manier. Oh, dat was enkele weken geleden. Ja, vorige week. In de week van 22, 23 juni. Jongstleden. Ik doe die Chris dit. Ja. Ik krijg hem in het derde oog. Want het derde oog, hè, kan ik afpeilen. Zo word ik dan geleerd, hè, door mijn doeken in Indonesië. Op die manier. Dus ik ben de eerste hier die dat doet hier in Nederland of in Europa. Ja. Op deze manier. Ja, ja. Analyseren, het traceren van een kris door middel van je derde oog. Ja. Want je derde oog is eigenlijk een soort een bron om af te tasten in die ziel van de... een kris, van een graden kris, of van een ceremonieel kris, of van een G-mats. Alles wat graden is met een stick. Voor meditatie doe ik die kris hier op mijn sacrale chakra. En hier zit ook de chakra, En hier doe ik die kris. Ja. Ja, dus voor meditatie doe ik hier die kris. Maar voor het afpeilen, voor analyseren van een kris, doe ik op mijn derde oog. Ja, dus derde oog. Dus met de derde oog. Ajnaka chakra. Ja, ja. Met de derde oog kan je een kris onderscheiden of dit een geladen kris is. Ja, klopt. En ik kan communiceren. Ja, ja, op een normale toeristische kris. Ja, ja. Met toeristische kris kan ik gelijk pakken, maar wil ik nog meer verdiepen, aftasten, dan moet ik wel deze via de derde chakra. Ik wil straks terugkomen, wat is de plaats van de kris in het gehele Pentakila? Ja. Maar je hebt net het antwoord gegeven wat te doen met een kris. Ja, ja. Weet je, dus dan heb je gegeven, de leraren kopen dat, en gebruiken dat, handelaren kopen dat en verkopen dat. Ja, ja. En misschien kunnen we later ook komen wat voor krachten heeft een kris. Ja, klopt. Dus als je bijvoorbeeld, als je geen verstand hebt van een kris, je brengt bij mij. En ik kan dat onderzoeken, analyseren wat voor soort kris dat is. Is het een graden of een toeristische kris? Ja. Want, dus, er zijn heel veel krisen met speciale pamor tekens. Ja. Kijk, niet alles weet ik, maar veel weet ik. Dus niet alles, maar veel weet ik. Dus in ieder geval, als ik niet weet, dan zal ik mijn leraren bellen of weet ik veel in contact komen met mijn leraren. Het zet door meditatie. En als die nog leeft in Indonesië, zal ik contact nemen. Ja. Maar in ieder geval, zo doe je dat. Voor een persilaat als ik, heeft dat twee betekenis. De ene is sacrale, ceremonieel kris, en de andere is danskris. Ja, ja. Voor een andere kan verschillend zijn. Ja, ja. Nou, nu kan ik begrijpen dat ik de interview van jou over de kris had en toen ging ik terug naar Suriname in mijn kinderjaren. Ja, ja. Ik was geloof ik 7 of 8 jaar dat ik griep had of zo ziek was. Maar dan had mijn moeder gebracht naar via kennissen naar een oude Indonesische heer. En die ging naar zijn kamer en bracht de kris. Ja. En die had op een papier wat geschreven. En met de kris had hij wat beweging op papier gemaakt en gebouwen aan haar moeder gegeven. Ja, dus hij heeft zo'n soort mantra gegeven. Ja, ja. Dus ik ook, wanneer ik met een gladde kris bezig ben, dan gebruik ik ook naast mijn concentratie, gebruik ik ook mantra's. Ja. Mantra's die helpen je ook om te dwars door de. De ziel van de Christen. Die was een hoornje, en dan zet in de ziel. Maar het is afhankelijk van wie je dat geleerd hebt. Ja, je hebt zoveel interpretaties hierover. Over het analyseren van graden Christ en ceremoniële Christ. Ja. Ik heb een eigen methode die ik van een paar gurus in Indonesië heb geleerd. Midden en Oost-Java. En ook hier. Ja. En misschien een ander systeem. Nu moeten we een beetje uitkijken met het interview dat Chris heeft een spirituele godsdienstige betekenis, het gebruik van. Maar Chris heeft ook in de kruiskunst, wordt de Chris dan niet geladen
Chris gebruikt. Ja, klopt. Dan moeten we een beetje onderhand. Maar ja. Ik denk, we moeten toch, misschien kan Ronnie meer vertellen, dat met Chris moeten mensen gewoon heel zorgvuldig omgaan. Klopt. Omdat Chris heeft een ziel. Ja, een graad doen wel. Ik noem dat gewoon ziel. Ja, om beter te begrijpen. Ja. Kijk, je hebt als een toeristische Chris of een danskris, dit is gewoon. Ja. Die heeft niks te maken met een geladen net of ceremonieel of zakkanaal. Maar dress wel, hè. Dus in ieder geval, je moet deze dingen onderscheidings maken. Men moet een Chris serieus nemen. Ja. Wanneer je een echte Chris neemt wel. Ja. En ik begrijp, als je Chris hebt, moet je ook goed onderhouden. Ja, klopt. En niet verwaarloosd. Ja. Kijk, ik zal een kort interpreteren. Stel eens, ik heb een ceremoniële kris op je